Was dat nou een Mexicaan die mijn auto stilt? Mijn auto! Corrie! Ja! Oh, je zei ja! Nee, ja! Oh, ja. Hou je vast, Corrie! Jij moet rijden! Hou je vast! Oh, oh. Ik heb ja. Niet een rijkentekenbewijs gezien, maar ik heb graag nodig. Naam! Uit de auto stappen, meneer! Uit die auto stappen! Wat doe je? Wat doe daar is zo. Hoppakee. Zo, het duifje is gemonteerd. Hallo kijkers, wat leuk dat jullie er zijn. Ah, ik wist niet eens dat de camera aan stond. Wow, kijk. Wow, wat toevallig. Terwijl ik mijn intro doe. Waar gaat ie? Hallo beste kijkers, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie. En vandaag heb ik toch zo'n leuk idee. Ik heb een hele mooie, prachtige auto gemonteerd. En daar staat ie. Ah, jongens, willen jullie weten wat ik ga doen? Dan moeten jullie eerst abonneren. En liken, we gaan voor 3000 likes. Dat is zoveel likes. Normaal vraag ik je nooit om likes. Dat is ook niet helemaal waar. Maar nu wel. Reageer dat je bent geabonneerd in de reacties. En dan geef ik jouw reactie een heel mooi hartje. Hoe leuk is dat? Maar goed, laten we op pad gaan. Ik wil eerst nog even langs de winkel wat lekkere donuts en nootmuskaatkoekjes halen. En dan ben ik helemaal klaar voor het geheime avontuur dat ik aan jullie ga laten zien. Oh, deze auto rijdt zo lekker, hè, jongens. Hij is zo behendig en zo snel. En hij... Oh, dit is echt een van mijn beste gemonteerde auto's ooit. Over dan het feit dat hij de bocht een beetje moeilijk gaan. Nou, daar zijn we dan, hoor. Ah. Hallo, buren. Oké, ik ga lekker de donuts en ook mijn skaartkoekjes halen. Jongens, kunnen jullie op mijn auto passen? Ik wil namelijk niet dat die... Was dat nou een Mexicaan die mijn auto steelt? Mijn auto! Hé, hey, kom terug! Kom hier! Nee! Stop! Au! Kijkers, jullie zouden oppassen. Ik vroeg het nog aan jullie. Hey. Ja, jij zou oppassen. Jij kan er niet zoveel aan doen. Nou, oh, jongens, ik wilde alleen lekkere donuts halen. En ik wilde nootmuskaatkoekjes halen. Maar nu kan het niet meer. Nee. Wat moet ik nou doen? Ik had zo'n leuk plan. Ik had het helemaal uitgedacht wat ik zou doen. Ik zou... Oh, nee. Nou, ik ga aangifte doen. Ik weet hoe die eruit zag. Had een Mexicaanse hoed op. Ik ga aangifte doen, jongens. Oh, kijkers. Oh, ik moest zo ver lopen en ik heb nergens mijn auto onderweg gezien. Hij is helemaal gestolen. Dat is helemaal niet leuk. Nou, even een trappetje op hier. We gaan aangifte doen. Ik ga camerabeelden vragen. Ik ga alles proberen te regelen. Goeiedag, politie. Goeiedag. Waar is iedereen? Waarom is niemand er? Nou, ik klik wel op het belletje. Zo, zou vast wel iemand zijn. Hoppakee. Hallo! Ja, je bent te laat. Kom, we gaan beginnen. Oh, je had dat door waar ik voor je kwam? Ja. We gaan het regelen. We gaan het helemaal regelen. Ja, maar nee. Waarom ben je zo laat? Nee, hoe zo laat? Even kijken, wat moeten we doen? Meekomen. Stap 1. Ik meekomen. Hoppakee. Ja. Hoe is trouwens... Arie? Je gaat gewoon... mijn naam is Corrie. Oh, Corrie. Hey, ja. Corrie, hoe is het? Weet ik niet. Maar jou? Ja, ik weet het al. Gaat wel goed. Oh, mooi. Maar, jij weet nee. Nee, 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 nee. Oh, je bent op de laat. Geen vragen stellen. Hoe ik pak je even. Die is van jou. Die is van mij. Ja, pak hem. Ja, zo. Ja, die maar... van jou. Nee, gewoon in je holster stoppen. Oh, oké. Okay. Zo, heb je op, niet. Gewoon ja. In je broekzak. Heel goed. Ja, maar... Oké, meekomen. Is het zo heftig allemaal? Ja. Wat? Het is een drukke dag vandaag. Ja, maar hoezo krijg ik een wapen? Dan kom je eerst op de late dag even die domme vragen stellen. Kom uit. Ik snap er echt helemaal niks van. Pak jij heel even de pionnetjes. Zitten in die doos daarachter. Oh, ik pak ze maar. Ja. Hey, schiet op. Ja, ik heb hem al. Ik heb de doos al. Ja, ze maakt erin. Hij had een grote hoed op. Een grote hoed en... Nee, je hebt geen hoed. Ook geen pet. Gewoon zo. Wat? Ik stap wel in. Hij, bij de winkel was het. Het is gebeurd bij de winkel. Ja, dat hoorde ik net ook. Jij niet meer... Henkie, wil je even die achterklep dichtdrukken? Oh, sorry. Sorry! Sorry, Corrie. Nee, maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Oké, we gaan wel gewoon rijden. Bij de winkel was het. Ja, dat klopt. Daar werd die auto gestolen. Nee. Jawel. Niet waar. Wat dan? We moeten opschieten. Oh, voorzichtig.
Even kijken, wat stond ook wel op het programma? We gaan eerst heel even een aangifte opnemen. En daarna gaan we naar je training toe. Training? Iemand, we zijn er al! Stop! Ja, we zijn er al. Kom mee. Ja, zo. Ja, hier is de plaats delict. Dus, wat doen we? Henkie, ja? Ik doe het voordat jij kijkt. Ik kijk, oké. Okay. Goeiedag, u wilt aangifte doen? Ja? Er staat niemand! Nou ja, oh, koffiepauze. Wat? Ah, dit is de eigenaar. Hallo meneer. Handen omhoog, je bent schuldig. Wat? Hij was het niet. Hij was onschuldig. Goed, hoeven we dat ook niet meer te doen. Nee, maar waar gaan we een auto nou vinden? Ik niet door, helemaal. Ja, er zit bloed door, op mijn auto. Oh, sorry. Er zit bloed op je auto. Ja, we gaan even door de wasstraat. En nu? Er gebeurt niks. Zo, de borstels en dan... Er gebeurt niks. Er is letterlijk niks. Wat? Wat? Zo, de borstels zijn er overheen gegaan. Oh, nou, hij is weer lekker schoon. Hebben we goed gedaan zo. Door. We gaan door. Ja, wat bedoel je door? We zijn nog toch niet klaar. We hebben toch de dader niet gevonden? Jawel. Jawel, uit de... Hoezo je wel trouwens? Wat? Wie is de dader dan? Oh ja, sorry. Nee, maakt niet uit, Corrie. Nee, maar niet uit. Oké, volgende programma. Wij komen. Oh nee, maar Corrie. Ik doe het woord. Corrie. Jij zegt niks. Oh mijn god. Nee, nee, ga maar vast. Ik moet nog even pakken, even nog iets. Kijk eens. Volgens mij denkt Corrie dat ik hier voor een andere reden ben. Ik denk dat hij niet doorheeft dat ik voor aangifte kom. Hij heeft me letterlijk een pistool gegeven. En ik denk dat hij voor heel al... Hij verwart me voor iets. Ik snap alleen niet helemaal wat er aan de hand is. Oké, Corrie, ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar, Corrie! Corrie, stop eens. Wat? Jemig. Wat was je aan het doen? Corrie, kom terug. Corrie. Sorry, ik zei niet zoveel. Ik wil gewoon door mijn programma. Ekkie, ja? Je bent al te laat. Je gaat gewoon naar mijn luisteren. Hier ja, staan. Okay. Ja, ik sta hier. Wat, dan pak ik even de deur daar naartoe. Moment. Ja. Ekkie, we schieten met zo met de P90. Ja, ja, de Walter P90. Ja. Zie je dat? Ja, dat zie ik. Ik ga even iets ophangen. Je wacht met schieten totdat ik ja zeg. Oké, is goed. Wachten. Nee, ik doe toch niks. Ik moet wachten tot je ja zegt, toch? Nee. Moet ik wachten tot je ja zegt? Dat is juist. Henkie? Ja? De vellen zijn op. De wat is op? De vellen. De vellen? Nee, jongen. Harry? Corrie is de naam. Corrie, sorry. Henkie? Ja? Wacht. Wat, waar moet ik nou op wachten? Ik snap het niet. Ja, mij. Corrie? Ja? Oh, je zei ja! Nee, ja! Corrie? Ik kan er veilig in vest staan, het is allemaal goed. Oh, niks aan de hand, niks aan de hand. Henkie, ja? Schiet op mijn linkerhand. Op je linkerhand? Ja, dat is rechts. Sorry, dat is... Au, ik geen handschoen aan. Au. Dat is mijn links, sorry. Wacht, ik schiet op je linkerhand. Nee. Ah. Oh, missen. Dat is... Oké, we gaan door. Snel. Ik wil gewoon mijn auto terug. Oh, ja, ik wil ook wel eens wat. Nee, maar... Ja, Corrie, ik wil gewoon mijn auto terug. Ik hoor je niet. Hoezo, je hoort me niet. Hey, tv, wacht even, wat is op tv? Ah, even logger. Dat is lekker. Oké, Corrie, ik ben klaar voor ons... Voor... Waar is Corrie nou weer heen? Oh, Corrie. Oh, daar heb je hem. Corrie! Nee, niet aanrijden! Niet aanrijden! Henkie! Ah, waar rij je nou toch aan? Ik zei niet aanrijden. Ja, dat hoort. Ik zit in een auto. Henkie, je bent weer te laat. Je staat niet op tijd in de auto. Sorry. We gaan door. Waar gaan we heen? Waar gaan we nou heen? Ik snap het niet. Wat is de planning? We gaan toch gewoon mijn gestolen auto halen? Oh, oh. Waar heb je het over? Ja, over mijn gestolen auto. Waar heb jij het over? Auto in je mond. Oh. Hallo, ik kom voor stage. Hallo. Hallo. Waar ben je, stagiair? Corrie was de naam, toch? Hallo. Help. Hallo. Wie kan me helpen? Hallo. Oh. Waar zijn we nou, Corrie? Wat? Wat? Nee, nee, maar niet uit. Nee, maar niet uit. Nee, nee, nee. Waar zijn we, Corrie? Hier. Au, kijk. Ja, ik vroeg het me al af. Ja, stop. Stop. Henkie. Henkie. Ruilen van plek. Gaan we rijden? Mag ik rijden? Ja, Henkie. Jij moet rijden, ja. Echt? Ah, wat leuk. Oh, jeetje, Mina. Jemig. Oké, zo snel mogelijk een rondje. Zo snel mogelijk een rondje, ja. Oké, kijk, ik zie al dat deze auto eigenlijk helemaal niet zo heel snel is, Corrie. Ja, ik doe niks. Nee, dat klopt. Oké, als je op die ene knop doet, dan gaat de sirene aan. Welke? Die? Wow! Ja! Zo, kan je ook een beetje driften? Zo? Nee. Ja, zet die sirene uit. Oh, zo. Ja, die knop weer. Oké, Corrie, wat vind je het gaan? Ja, het gaat tot nu toe wel goed. Prima, hè? Maar ik heb deze niet echt mijn voet volledig op het gas. Ja, dan moet je dat doen. Ja, maar ben je daar niet bang voor? Je moet goed kunnen rijden, je moet goed behendig kunnen zijn, dus nu gassen. Hou, hou. Ja, maar Corrie, voorzichtig, hè? Oh. Ja, wat doe ik? Ik doe niks. Hou je vast, Corrie. Jij moet rijden. Hou je vast. Oh, Corrie. Oh, Corrie.
Cody? Cody? Ik word hier toch zo moe van! Waarom? We zitten vast! Cody! Oh. De wielen draaien nog! Hier, voorzichtig, Cody. Au! Sorry. Dan ben ik nog platter! Au! Kom je eruit? Cody, hoe doe je ik ben dat? Dik. Stap eens uit! Kijk, ik leun naar rechts! En ik leun naar links! Als je uitstapt, zakt hij dan ook weg? Dat vraag ik me dan af. Zo, wat ben je dik, Cody! Wat ben je dik? Ja, maar nu heb jij wel problemen. Nee, jij problemen. Oh ja, sorry. Handen omhoog! Handen naar beneden! Handen omhoog! Handen naar beneden! Handen naar beneden! Ah, en daar heb ik je! Eggy! Ja? Ben je klaar voor het volgende? Ja, weet je wat het is, Cody? Ik wil eigenlijk gewoon mijn auto terug. Ja, ik ook. Nee, maar welke? Waar heb je het over? Ik wil gewoon mijn auto terug. Oké, volgende. Eggy! Ja, ik stap uit. Dit is het laatste en als dit niet goed is, dan gaan we terug en dan is het voorbij. Ja, oké. Ik ga in deze auto, die heb ik hier klaargezet. Is die al voor jou, Cody? Ja. Echt? En dan? Ja, ik heb de sleutels, kijk maar. Ja, en dan? Oké, stop met toeteren! Dank je. Oké, jij zit zo meteen in de auto, politieauto. Wat, ik in de auto? Oké. Ik zit in deze, ik ga je rondje en je gaat me een stopteken geven. Ja. Oké. Je gaat me aanspreken op mijn rijgedrag, want ik rijd veel te hard. Oké, is goed. Ja. Ja, is goed, deal. Doe het goed, alles is klaar. Nee, ik ga het goed doen. Dit ga ik goed doen. Oké, doe maar je ding. Oké, dan ben ik gewoon een normale burger. We gaan zo en dan rijden we gewoon zo. En dan gaan we gewoon... Waar is hij nou? Oh, daar is hij. Hallo, meneer. Oh, meneer, u rijdt spook. Hey, hallo. Stop. Stop teken. Stop, meneer. Goed zo, kijk. Dit is stap 1. Dat doe ik helemaal goed. Oh, hij rijdt door. Hij rijdt door. Stop. Staan blijven. Dit is een stopteken. Ik heb het tot nu toe, vind ik, dat ik het al goed gehandeld heb. Goeiedag. Goeiedag, meneer. Hallo. Mag ik even uw rij- en kentekenbewijs zien? Ja. Boeit me niet. Hand omhoog. Uit die auto. Nu. Hand omhoog. Eruit. Eruit. Oké, mag ik nu... Ah, wapen laten vallen. Wapen laten vallen. Waarom pakt u nu dat wapen? Dat was mijn knuppel. Ah, oké. Oké, mag ik even uw rij- en kentekenbewijs, alstublieft? Ja, mag ik mijn handen naar beneden doen dan? Nee. Dan moet je het zelf even pakken. Nee, ik wil uw rij- en kentekenbewijs. Pak maar. Nee, rij- en kentekenbewijs. Maar hou je handen omhoog. Handen omhoog. Handen omhoog. Rij- en kentekenbewijs, alstublieft. Ja. Met uw handen omhoog. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. Dat is niet zo moeilijk. Oké, wat zie ik hier staan? Cory, achternaam. Er staat gewoon alleen Cory. Ja. Heeft u geen achternaam? Nee. Het is gewoon Cody. Ja. Oké, dan ga ik even wat informatie erbij halen. Oké, dan heb ik wat informatie van u nodig. Ik heb net een rijen kentekenbewijs gezien, maar ik heb graag nodig... Naam? Cory. Cory, oké. Geslacht? Man. Leeftijd? 50. 50? Bent u zo oud? Ja. Oh, seksen? Vanavond om 7 uur. Nee, ik bedoel, grens? Grens? Nederland. Ik bedoelde eigenlijk net geslacht. Ja, die heb ik toch al gezegd? Ja, maar ik moest het zeker weten. Oh, man. Man, oké. Man of vrouw? Vrouw. Vrouw, oké, duidelijk. Aantal vingers? 8. Oké, nou dan geef ik u een waarschuwing. Dan mag u uw weg vervolgen en dan niet meer doen, hè? Nee. Nee. Oké, ga maar. Doei. Oké, einde casus. Henkie! Ja, heb ik het goed gedaan? Je bent er hartstikke uitgezakt. Hoezo? Alles wat je deed was fout. Ah, ik ga bij begin beginnen. Nee. Nee, ik wil het wapen geven aan mij. Nee. Ja. Nu is het klaar, Cody. Henkie, mag ik even niet wapen? Cody, handen omhoog. Nee! Okay. Ik ben jouw baas, jij bent mijn stagiair, ja? Sorry, je hebt gewoon mee luisteren. Sta je nou stagiair, hè? Ja. Ik kom hier om aangifte te doen, dat weet je. Ik heb geen idee waar je het over hebt als je mij stagiair noemt. Begrepen, Peter. Henkie. Ja. Jij bent mijn stagiair niet. Mijn stagiair staat op het bureau. Ik kwam ook niet om stage te lopen. Ik kwam helemaal niet om stage te lopen, Cody. Ik kwam om aangifte te doen. Mijn auto is gestolen. Ik word zo moe van jou. Hoezo van mij? Ik probeer de hele tijd al ei te leggen. Cody, het spijt me. Jij zit weg in dat probleem, Henkie. Jij. Hoezo? Hoezo ik? Jij bent gewoon gedaan. Jij nee, lever alles in, ben uitschappen. Uitschappen. Doei, Cody. Ik zie je later weer. Ja, alles inleveren binnen. Ik moet door. Maar Cody, vergeet je wapen niet. Cody, ik heb het wapen nog. Die zal die vast wel niet nodig hebben. Oké, kijk eens. Dan moet ik het zelf maar doen. Want de politie heb je ook niks aan, blijkbaar, in deze stad. Laat ik die Mexicaan eens gaan opzoeken en mijn auto terugstelen. Want nu heb ik een wapen. Nu gaan we het pakken. Oké, kijk eens. Ik moet even een nieuwe auto halen. Eentje waarmee ik die Mexicaanse man in die auto gewoon lekker op zijn plek kan zetten. En daar heb ik zoveel zin in. Oh, maar dat moet altijd wel helemaal perfect lopen, denk ik. Laten we even hier oversteken. Even een plekje zoeken. Oh, wat is dat? Oh, nee. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Meneer, kom terug. Meneer. Toos, ben jij dat? Toos.
Wat is dit? Dit is mijn mooie nieuwe auto. Hij is zo klein. En dan, je valt de hele tijd om. Ja, dat, ik ben een beetje zwaar beladen. Hij rijdt helemaal niet goed. Wat een groot nummerbord ook. Ja, het is voor duidelijkheid. Je lijkt wel een beetje op Mike Wazowski van Monsters & Co. Ken je van die wagentjes die buiten zo'n supermarkt staan? Die heen en weer gaan? Die heb ik gewoon geparkt en ik ging gewoon rijden. Oh. Dus ik ga weer. Nee, Toos komt er een Toos. Oh. Oké, kijk eens. Ik heb hulp nodig van iemand. Ik kwam Toos tegen, maar ja, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Dus ik ben aangekomen op de enige plek die mij logisch leek. Ik had een groots iemand nodig. Een groots voertuig. Een man met trots. Een man die niet bang is. Instappen maar. Instappen maar. Ik wil de trein mee. Instappen maar. Trein. Oh, ik heb er toch geen zin in. Trein. Oh nee, dit maakt mijn dag niet veel beter. Trein, wat vind je? Instappen maar. Ben je blij met je trein nog? Die ik gemonteerd heb voor je. Nou, weet je wat het is? Nou? Mensen klagen dat het zo hobbelt. Ja, dat snap ik. Maar hoe rijdt hij? Hobbelig. Hoe is het met je trein? Goed. Ja. Hij is vies. Hij zit in de wasmachine. Ik bedoel, hoe is het met jouw trui? Oh, ja, goed. Ik bedoel niet hoe het met je trui is, maar hoe het instappen met jou is. Instappen maar. Ik heb je hulp nodig, trui. Ik heb je hulp nodig. Ik stap ook al in. Zo. Kan jij mij helpen met iets? Ik heb altijd een probleem om hier weg te komen. Altijd. Kon ik niet beter gewoon de trein niet op wielen voor je maken? Ja. Oké, wacht. We hebben het er zo over. Maar goed, wat wilde je me vertellen dan? Ja, ik vind het toevallig. Oh. Waarom rij je over het spoor? Je kan letterlijk over de weg gaan als je wilt. Ik ben een trein. Ja, jij bent geen trein. Maar ja. Trein, ik heb je hulp nodig. Met wat? Ik heb een auto gemonteerd laatst voor mezelf. Een hele mooie, hele leuke auto. Echter is die gestolen. En ik dacht, jij bent de perfecte persoon om mij helemaal naar het noorden te brengen. Want ik heb een GPS op die auto staan. En dan die man te confronteren en samen mijn auto terug te stelen. En hoe weet je dat hij in het noorden is dan? Dat zeg ik, ik heb een GPS op mijn auto. Dat bouw ik op elke auto. Oh. Pas je hier wel onderdoor? Oh, je pas je onderdoor. Ja. Oh, dat gaat net aan. Hij hobbelt wel een beetje, moet ik zeggen. Ja. Dus, zo, hier heb ik pauze. Ja, pauze. Maar trui, we moeten met trui. Hey, we moeten met trui. Ik heb wat? We moeten mijn auto terughalen. Wacht eens even. Je moet me helpen om mijn auto terug te halen. Nee, we zijn niet bij het station. Ik heb pauze. Hoezo, deze man kan het van het jaar overnemen. Tot ziens, Bertus. Trui, waar ben je nou? Trui, nou. Hoezo, je hebt pauze. Naar je, waar ga je helemaal heen? Je gaat helemaal de trui. Pauze! Nou, oké. Meneer Jesse, dat je me verder kon helpen? Oké, nou, daar ga ik geen hulp van ontvangen. Weet je wat, ik regel het zelf wel. Volgens alle calculaties, jongens, zou het betekenen dat het hier ergens in de buurt moet zijn. Maar dan moet een GPS... Wow! Oh! Oh! Dat klonk als Ari. Wat is het nou? Kom op! Toos, wat doe je nou hier? Hé! Hey, Toos! Heel mijn auto is vies door het zand. Je auto is helemaal grijs. Ja. Toos, wat doe je hier? Wat toevallig. Je was al net in de stad. Wat? Wat? Je was in de stad, niet wat. Stad. Je stad. Ja. Je was in de stad. Wat doe je nou hier? Ik zie jou niet eens, denk ik. Nee. Wat doe je nou hier? Wat een kleine auto, zeg. Mooi, hè? Ja, hij is wel heel mooi. Maar waar kom je vandaan? Je kwam aan de berg af. Ja, ik was aan het sightseeing en beren. Ik dacht echt even dat ik Ari hoorde schreeuwen net. Of Corrie. Oh, het was vast de radio. Ja, was vast de andere frequentie. Maar, hey, tractor! Oh. Ga zit. Ja, gaat wel. Maar ik ga weer, Henkie. Maar hoezo, wat ga je doen? Waar kom je vandaan? Ik heb zoveel vragen, zo weinig antwoorden, Toos. Ja, ik ook. Toos! Oh, heel voorzichtig over het bruggetje. Oh. Oké, maar zoals ik al zei, voordat Toos ineens voor mijn voertuig kwam... Oh nee, help. De calculaties zeggen dat hier ergens in de buurt... Echt, als ik op die GPS-trekker kijk, hier ergens in de buurt is het. Het is praktisch op de brug. Ik snap het niet. Hè? Daar is hij! Hey, kom hier! Daar is hij! Hey, blijf staan! Blijf staan, jij Mexicaan! Hier komen! Oh, ik heb hem gevonden, jongens. Zo blij dat ik een GPS-trekker erin heb gezet. Waar gaat hij helemaal heen? Wat doet hij helemaal hier? Blijf... Oh, picknick! Sorry! Oh, nee! Sorry, jongens! Ik heb het verstoord! Jij daar! Blijf staan! Hey, uit de auto stappen, meneer! Uit die auto stappen! Wat doe je dat? Dat is het tabaat. 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 Nou, dat ging redelijk makkelijk nog. Ik had verwacht dat ik helemaal een gesprek aan zou gaan en weet ik veel wat. Maar dit ging nog redelijk makkelijk. Nou jongens, ik heb mijn auto terug. Trui, die haalt zijn trein wel weer op. Dat komt goed. Oh, en alles is nog een happy ending. Zelfs voor die vrouw. Oh, wat ben ik blij met dit resultaat, kijkers. Oh, dit voelt gewoon zo goed hoe dit gecompleet is. Hoe dit gecompleet is, ja. En dan ga ik nu eindelijk lekker naar... Auw! Auw! Stop! Ga van me van... Oh, kijk eens, ik ga snel weg, weet je. Het wordt maar maller en maller hier. Aan de kant!
kijkers. Weet je wat? Ik ga ook niet meer stoppen voor die rode stoplichten. Ik had zo'n leuke dag voor die... Au! Geplets! Au! Agent, wat doe je nou? Au! Au! Stop, agent! Hou op! Ik ga al staan. Ik weet dat je stopteken wil geven. Au! Zo, geleerd van de beste! Een stopteken! Heb ik geleerd van de stoep? Oh, net... Oh, nee! Corrie, waarom jij nou weer? Ja, oké, Henkie. Oh, wat is er? Je gaat weer... Ik heb heel slecht nieuws voor je. Ik wil gewoon naar huis, ik heb zo'n slechte dag. Ik heb een keer door rood boerder meegenomen. Nee, Corrie, nee. Ja, je gaat er zelf weer in. Nee!